Jolien. Je ziet ze echt twijfelen en nadenken, ja. Wat moeten we doen? Hij praat over in zijn slaap en ik die stil over hun baak. Ik huil heel zachtjes als hij zucht, Jolien. Ik vrees hoe makkelijk jij dat kan, hoe makkelijk jij hem stelen kan. Maar je weet niet wat hij is voor mij, Jolien. Nou, geef er even een keuze, kom op. Goedenavond. Wat troffie. Nou, kom eens even hier dan, joh. Hey, hoe heet je? Ik heet Milika en ik ben 11 jaar. Zo spannend. Milika. Milika, twee coaches willen je hebben. Laten we eerst luisteren naar de eerste coach. Ja, Milika, wat goed gedaan. 11 jaar, chapeau. Want je hebt een hele bijzondere stem. Je hebt een hele mooie vibratie in je stem. Ik denk ook dat deels de vibratie was van de zenuwen. En deels die je echt voor jezelf hebt, die echt in je stem zit. Ik denk op het moment dat je wat vaker gaat optreden, dat jij super mooie dingen kan gaan doen. Ik hoop dat je bij mij komt, heel erg graag. Ik vond het heel vervelend dat Ali op het laatst ook nog draaide. Ik dacht, Jezus, wat een eikel. Wat een eikel. Maar goed, dankjewel. Oké, nou, nu mag jij. Ja, nou, Milika. Ik draaide ook, maar ik draaide later. En ik draaide omdat ik je goed vond. Maar ik vind het ook leuk om Anouk gewoon een beetje te sarren af en toe. En ik zie jou een beetje idolaat naar haar kijken. Maar ik wil het weten. Voor wie kies jij, Milika? Ah, kies maar. Ik kies voor Anouk. Ah! Dat is jij zag het hoor. Twijfelen, hè? Nee, man. Het was kant-en-klare koek. Ik dacht dat ze ging huilen toen jij ging omdraaien. Dus ik dacht, weet je, dat... Ja, 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 tuurlijk. Maar... huilen ze omdat ik omdraai. Dus ik dacht, shit, dan moet ik misschien voor hem kiezen. This is it! Het is gelukt. Laat het even zien, je mooie ketting. Je hebt gewoon een Anouk-ketting. Team Anouk. Je hoort er gewoon bij en je bent door naar de battles. You're happy? Ja. Ja, natuurlijk ben je happy.